Eeuw, het Ibrahim, woi woi. Eeuw, echte mannen, woi woi. Positiviteit, woi woi. Activiteit, woi woi. Negativiteit, woi woi. Geen tijd voor, woi woi. In wegen door, woi woi. Brain Vlogs. Jawel, jawel, hier zijn we weer. Jawel, 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 mensen, hier zijn we weer met de gloednieuwe video, dames en heren. Sowieso, wat moeten de mensen doen? Even niet vergeten, even snel, snel. Wat moeten ze doen? Abonneren. Abonneren. Vandaag, dames en heren, een hele bijzondere dag. Want wat gaan wij doen, Bilal? Wij gaan vandaag... Brommen. Nee. Op de motor. De motor. Ja. Dus wij gaan vandaag onze eerste les krijgen op de motor. Durf jij op de motor? Hè? Of niet? Oh, Bilal is een echte mannen. Een echte mannen. Maar dames en heren, afgelopen dagen is er wat gebeurd. Gisteren, wat was er nou gisteren, Bilal? Je moest naar de dokter. Dokter! En wat heeft de dokter gedaan? Prik. Prik! En was je bang of niet? Nee, hè? Nee, want de prik is alleen voor echte mannen. Echte mannen. Deze man heeft er al 3 weken over gedaan. Om gewoon een simpele prik te krijgen. En nou, hij was echt... Ik durf het woordje niet te zeggen, maar hij was best wel bang, laat ik het zo zeggen. Ja goed, dat is best wel hartverscheurend hoe dat dan eraan toe gaat. Maar ik wil in ieder geval de begeleiding van waar hij zit, van de instelling. Ja, wil ik echt mijn chapeau. Echt een compliment hoe hij daarmee zijn omgegaan. En ja, het raakt hun ook, weet je wel. Dus ze vertelde me nu net van dat hun ook raakt op het moment dat hij een beetje last heeft. Of want hij zat op een gegeven moment van help, help, weet je wel. Dus ja, dat is best wel zielig om te zien, maar uiteindelijk is het beste voor hem, want zo kunnen we weten hoe het met hem gaat. Toch, Bilal? Wat bedoel je? Beter kunnen helpen. Trouwens, dit is geen sponsor of wat dan ook. Ik word hier niet voor betaald, maar dit is wel een goede vriend van mij die een rijschool heeft. Het is gewoon een wereldgozer. Die staat voor ons klaar, dus we gaan nu naar hem toe rijden. Of niet, Bilal? Wat moeten de mensen doen? Abonneren, want wij zijn echte... Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar... Nee. En wij zeggen altijd... Echte. Ja, dan kijk de mensen dan aan. Kijk hier, je moet naar de mensen kijken. Jongen, 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 jongen. Are. Are weg. Are, dus ik ben benieuwd of hij het gaat durven. Ola, echt, ik heb er zin in. Love. Jawel, 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 mensen, hier zijn we weer. Ja, vriend. Heb je er zin in of niet? Ja. Ja? Wat zie ik aan mijn hoofd? Hier, lekker kop Khadija. Oké, nou, we gaan motorrijden zoals gezegd. Nou, pak je motor maar. Helemaal. Pak dan. Bilal, ja, jij moet ook even een portootje hebben. Weet je waar deze voor doet? Ja. Dan gaan wij praten met elkaar. Je naar mij luisteren. Ja? Wat moeten we niet vergeten dan? Die sowieso, ja. En wat nog meer? Ja. Ja, is de helm. Hier, ik ga even de helm voor je pakken, ja. Bilal, als je even dat oortje in doet. Kijk, dan kunnen we kijken of die het doet, ja? Ja? Hou vast. Ah, jawel, jawel, jawel. Jawel, hij hoort mij. Hoor je hem of niet? Ja. Ja? Goed zo. Ja. Ja, ik hou me hier vast. Ja. Hou jij. Ja. Hi. Hi, dames en heren. Ja. Oh. Hey, ben je klaar voor? Handschoen aan. Zo. Zo hé. Nou, ga maar rijden. Nee. Oh. Kijk hoe groot. Kijk, het is mooi. Kijk, kom eens. En hij moet op de scooter. Kom eens luisteren. Oh, muziek. Muziek. Doe je mama, baba. Brain Vlogs. Nou. We hebben hem eindelijk zover. Ja, nog goed vasthouden hier. Hier zo. Heb jij handje? Ja, 15. Kijk eens. Zo, duimpje omhoog. Yes. Ja. Bilal, ben je er klaar voor? Ja. Ja? Echt waar? Ja. Woehoe!
Akra, 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 Akrapovic. Akra, 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 Akrapovic. Spring op die motor en pom. Hoeveel? Zegt hij, ik wil nog harder. Kan toch niet binnen? Rabina, dat kan toch niet? Dat is gevaarlijk. Hij zegt nee, harder. Vind je dat niet hard genoeg? Alles. Alles, hij zegt. Hij zegt, ik kreeg 140 hier. Hij zegt, nee, je moet harder. Ik zeg, wat wil je dan, Bila? Wil je vliegen? Hij zegt, ja. Net als vliegtuig. Hij zegt, gewoon gas geven. Want dit is alleen voor echte? Echte man. Ja, en nu ben je zeker een echte man, vriend. Hé, hey, hoe heet hij? Najib. Najib, ja. Ah. Goed. Dat gaan we vaker doen, vriend. Als je een rondje wil maken op de motor, moet je hem gewoon bellen. Gewoon zeggen tegen Brahim, bel Najib, gaan we rondje rijden op de motor. En als hij een beetje lief is, misschien zorgen we ervoor dat hij ook zijn motorrijwijs haalt. Dan kan je ook wat vaker bij hem achterop. Zeg je inshallah. Inshallah. Ja? Dus dan gaan we vandaag even proberen, kijken of hij er wat van bak. Zullen we het doen? Het is meer dan 140, hij durft niet eens erop, die gek. Geloof maar, ik... Maar eerst hij wel op zijn scooter in. Hino, ik begrijp het niet. Jij wel eerst op een scooter en daarna zeg je tegen mij, ga maar 120 rijden. Hoe wil je dat gaan doen dan? Niet naar links of naar rechts kijken, rechtdoor, geef gas, je moet man blijven. Ik wil al niet in de berm, om te komen waar we rijden, moet je lang rijden. Wat is er, Bido? Mag ik doen? Wat? Hij wil gas geven. Wil jij rijden? Hij mag wel gas geven. Hè? Start hem, laat hem gas geven. Hallo. Het is klaar. Willem, wat ga je doen? Hallo. Wat ga je doen? Wat ga je doen? We zijn klaar, het is afgelopen. Het is einde. Wat ga je nou doen? Nee, joh, gek. Kijk uit. Willem. Kom maar een rondje rijden. Hij krijgt ook alles voor elkaar, deze gozer. Ja? Ja, dat is wel handig, hè? Ja. Alsjeblieft. Hallo, ben je klaar voor? Doei! Daar toe, man. Ja. Doei! Willem! Hey, kom hier! Brian Vlogs. Jawel, mensen. Hier zijn we weer. Sowieso vergeet niet te abonneren voordat jullie verder gaan. Maar Najib, wallah broer, echt respect. Wallah, echt, dat meen ik oprecht. Ja, wallah, zoveel geduld dat je hebt. En iedere keer wanneer iemand nieuws komt, moet je weer hetzelfde geduld hebben. En je geeft mensen echt aandacht. Ja. Ik zat net, zonder wat aan te verdienen, zat je 20 minuten met een man te praten. Die man, ja, hoort erbij. Ja. Het stroomt door je aderen, dit werk. Ja. En dan ben je gewoon een mens. En dan... Gewoon die persoonlijke aandacht. Gewoon die persoonlijke aandacht. Je bent nooit... Vanaf het begin denk je niet van... joh, ik doe dit om geld te verdienen. Ja. Maar ik vind het leuk als mensen hun rijbewijs halen. Ja. Dat was gewoon mijn doel eerste dag. Ja, alhamdulillah. Dat is... nu hebben we het zo ver geschopt. Alhamdulillah. Iedereen blij. Achter de spek. En ik ken... Hoe lang ken je elkaar al? Denk nu? Ja. 18 jaar? Ja, soms 20 jaar of zo, denk ik. En sinds ik jou kende, de eerste dag dat ik jou kende, werk je al? Ja. Niet zo ver hier vandaan. Nee, weet je nog? Dus, weet je nog? Ja, Tintin. Ja, Tintin, ja. Hey, we zitten met een gesprek aan zijn, wat ben je aan het doen? De boel verstoren. Ja, 13 jaar volgens mij. Toen ik 13 jaar was, was ik al aan het werk. Ja, en ik heb wel nog op school gezeten tot mijn 19 of 20ste. Maar ik ben heel jong begonnen met werken, alhamdulillah. En, ja, je wordt er hard van. Ja. Je leert het op je eigen benen te staan. Alhamdulillah. We hebben het volgehouden. Alhamdulillah, gaat goed. We hebben het druk. Ja, toch? Ja. Allah, je hebt zelf gereden? Ja. Je hebt zelf teruggereden? Veiliger al? En daarbij, ik heb dit nooit verteld, maar ik heb ooit echt een ernstig ongeluk gemaakt. Waarbij ik echt bijna overleden was. Dus voor mij was dit echt wel even een... Even een dingetje. Even een dingetje. Van, is het wel wat voor me of niet? Ja. Hoe vond je het met Willem? Leuk. Ja? Leuk. Alleen één minpuntje. Wat dan? Hij wil te hard rijden. Hij wil overal te hard. Kijk, de baas. Kijk eens de baas. Hoppa. We hebben een nieuw medewerker hier bij Expert. Willem, neem je even de telefoon op zo? Even die afspraken inplannen alsjeblieft. Wat moeten de mensen doen? Abonneren. Want wij zijn echte... Echte mannen, vrouwen. Wie is een vrouw? Hé, hey, en wij geven iedereen alleen maar? Lift, vrouwen. Gaat het voor Richard? En
wij zeggen altijd... Het zijn een paar vrouwen. Wat?